17 atleetjes aan de start van 6 en 7 jaar. Dat is toch prachtig, hè? Nu gaan we die eerst allemaal filmen en dan kunnen we dat morgen of misschien straks al. Afjagen. Hoe afjagen? Dus straks moet dat klaar zijn. Meisje in de race en hoe is uw naam? Heerlijk. En wat doe jij het liefste? Mountainbiken of lopen? Mountainbiken, en dat voor een meisje, dat hebben we nog niet vaak gehoord. Hè? Ja. Heb je het parcours al eens gedaan? En ligt het droog of liggen er slijklasten? Droog denk ik, hè? Maar met zo'n zonnetje dan kan dat ook niet anders. Hè? En hier nog twee van hetzelfde team. Gaan jullie samenwerken? En hoe is het, hoe is het met jullie naam? Stan en Tijl. Ja, ik denk dat ik dat truiken nog eens niet ergens gezien of zo. Maar jullie papa die doet dat ook, hè? Amai, amai, amai. Ben benieuwd. Maar wat is het belangrijkste vandaag? Nee, dat zijn voilà. Dat is het belangrijkste dat we willen, hè? Ja, Michel, gaan we aftellen? Ja? Houden jullie klaar? Dus, ik ga het nog eens één keer zeggen. Eén ronde lopen, dan hier de wisselzone binnen, fietsje pakken, twee rondjes fietsen, fietsje terug wegzetten, één ronde lopen en naar richting aankomstzone. Hou jullie klaar? 3, 2, 1, go! Hup, en ze zijn allemaal goed vertrokken zijn. Hier zijn ze al. En het is Stan Jamaar die als eerste naar zijn fietsje gaat. Volgende, het verschil is heel groot. Goed zo. Trappen, hè, gas, trappen. Ja, goed, jongen. Eerst tot boven wandelen en dan pas starten. Hè. En trappen, hè. Blijven trappen, hè. Voetjes op de trappers. Oh, hey. Trappen, hè. Kom op, laat eens gestapt, Dan!
Kom maar, Lars, jongen, nog even. Kom maar, rijden. Kom maar, stik de beaver mee. Stik de beaver mee, Lars. Kom maar, Lars, nog even volhouden, jongen. Zet er maar mee. Stik de beaver mee, ja. Door een geboord. Heel wat sporten, 89 precies. En dan zie je dan hier de nieuwe. Ja, is goed. En dan zit er een de nieuwe wereldkampioen, de Lars. Met drie bij elkaar. Ja, dat is het. Er wordt al het team gewerkt. En heb je zonder pak gezegd. Chelsea. Kijk, dat is al de derde paard bij de meisjes. En hier is Dion. Ik zie heel wat atleetjes waar we dat afval straks op. Laatste rondje, doe maar rust. En hier is het pijl. De broer is alleen gepasseerd. Hoe is het pijl? Kom aan, jongen. Ja, hij doet dat heel goed. De chef uit Kastelee, maar hij ziet ze nog lopen en de trekt nog een sprintje. Kom ze. Ga je er nog in? Oh, zie dat is, je doet dat kei goed, Ruben. Maar de Tigo met zijn oranje helm.
En de blauwe shirt. Hier staan. En ondertussen komt onze eerste hier al de wisselzone. En het is de Phoenix. Oh oh, fiets wegzetten, fiets wegzetten. Ja. En het is de stand. Nog even staan. Nog even doorlopen. En daar is de Phoenix dan. Voor die tweede plaats. En op de derde plaats is de Lars. Ook uit de buurt hier. Nog even doorlopen. En daar is de Phoenix dan. Voor die tweede plaats. En op de derde plaats is de Lars. Ook uit de buurt hier. En ze worden nog luid aangemoedigd. En ze worden nog luid aangemoedigd. Ons tweede meisje is daar ook nog even doorgelopen daar. Ons tweede meisje is daar ook nog even doorgelopen daar. Maar hier is ons tweede meisje al. Mooi gelopen van Nele van Gombergen uit de Reti. Aan het werk. Opgelet er komen atleetjes aan. Linus Lagram. Nog even doorlopen. Tot aan de aankomst. Tot aan de aankomst in Vrijhouden. Aan de kant. Straks komen jullie. Nog even doorlopen. Knap gedaan door Ruud Bevanga uit Nessel. En net daarachter Lars van Eggelpoel uit Lille. Goed klaar, je bent er. Ze komen er zelfs nog binnen in de wisselzone, dus mensen opgeruimd een beetje aan de kant alsjeblieft. Dat ze duidelijk zicht hebben hoe dat parcours is. Knap gedaan, nog verder. Nu een rondje rustig lopen. Heel goed bezig hoor. Door Mare. En ook Hallenoren gaat nog een rondje lopen. En dat is het beste onderdeel van Sietje. Dus dat gaat nog wel lukken. Ja,
Knap gedaan hoor. 200 meter lopen, 2 kilometer mountainbiken en dan nog eens 200 meter lopen, 2 kilometer mountainbiken en dan nog eens 200 meter lopen. Ik zou het niet kunnen als ik 7 jaar zou zijn. Als ik 7 jaar zou zijn. Jawel hoor. Goed zo. Goed gedaan meisje. En ze zijn met z'n drietjes daar nog. Ze waren met 3. De Kas Quadrini wordt gered nog 50 meter te lopen. Ze moet nog een 100 meter doen en ook voor haar een prachtig. Vraag aan de papa's of de mama's of dat ze zelf onder van rechts even dus die fietsers uit de eerste zone te halen. En dan loopt iets over op schema, dus dan zijn die daar al weg. Dan kan er ook niets meer gebeuren. Die dat je niks vergeet, daar eventueel. Ik zeg, ja, maar doe jij mij een jasje of een helm of het een of ander. Je loopt dat en draait. Ah, ja, het podium nog 10 minuutjes voor de start van die andere wedstrijd. En we beginnen bij de meisjes. En de winnares was daar. Lotta Huibrechts. Die mag op hoogste schavotje gaan staan. Proficiat. Op de tweede plaats hebben we daar Nele van Goubergen. En op een derde plaats Chelsea Atreti. Handen op elkaar voor onze drie meisjes en uiteraard voor al die andere kampioenen die net niet op dat podium stonden. Maar toch ook een mooie medaille gekregen hebben. Nele. Je klunkjes gaan heel zingen. Zie je ze aan zijn. Oma's, opa's, je hebt die batterij aan je gsm hebt toch goed opgeladen, dat je die foto, dat je die branden hebt. Oké, en nu het podium bij de jongens. Ik ga beginnen bij de derde, ik had dat eigenlijk daarnet ook goed doen, maar ja. Hey, mooi job. Op de derde plaats hebben we de Lars. En zijn achternaam heb ik niet kunnen noteren, maar ik denk wel dat hem uit Dessel of Reti Peers. Ah, Peers. Ja, ja, ja. Op een tweede plaats Felix Balus uit Gierle. Onze Belgische kampioen in wording waarschijnlijk. Hey. En winnaar, overlaatst was ze nog derde, heeft hem nu gezegd, maar vandaag is hem gewonnen. Stan Jamaar. Handen omhoog en handen op elkaar voor onze kampioenen. We gaan maar eens met 3 op middenste schavotje staan. Met 3 bij elkaar zo. Zo hoort dat, hè. We moeten al oefenen tegen later, hè. Voilà, zeg. Knap gedaan, mannen. Dan gaan we stilletjes over naar...